Record drukken hier zo. En hij loopt, Arie. Hij loopt. Hi. Hij loopt. Hallo. Hij loopt. Hij loopt. Hoe is het met de enige echte Harry Hol? Ja, goed. Het is, er gebeuren wat dingetjes online allemaal. Dat er is gebeuren wel, wat wel dingetjes. Dit is toch wel heel. Dit is wel iets heel anders dit natuurlijk. Dit is niet zomaar ja. Niks. Hey, nou, het is een beetje bizar wat er gebeurd is. Ik maak sinds een tijdje debunking video's waarbij ik complottheorieën fact-check en daar video's over maak op ironische en humoristische wijze, probeer ik. Ja, en, zoals nu met je fake achtergrond van San Francisco in de smoke. Oh, nee, hier ben ik echt. Ik ben echt in San Francisco. Het is de enige achtergrond die in de app zat. Ja. Ik heb nog geen nieuwe geïnstalleerd. Maar nee, ik maak dus. Ik heb dus een video gepubliceerd gisteren op woensdag. Dat is 6 april. Sorry, ja. 6 mei. 6 mei een video gepubliceerd over Ongehoord Nederland. Waarin ik een aantal hele debiele claims heb gefact-checked. En laten zien dat het onzin was. En een paar uur later kreeg ik een dreigmail van Ongehoord Nederland. Van ja. Eibeltje. Bos, zoiets. In ieder ja, geval, ik heb het hier staan, jongen. Ik heb het hier, ja. Hier kun je het zien? Bergmoes, ja, Eibeltje Bergmoes. En die sommeerde mij de video te verwijderen, omdat ik anders €5.000 moest betalen. Ja. Nou, doen we dat niet. En twee, ik heb inmiddels ook met mijn advocaat overlegd. En trouwens, dit is ook een zin die ik nooit gedacht had ooit te moeten uitspreken. Als comedian zijn er geworden. Ik heb met mijn advocaat moeten praten. Ik heb met mijn advocaat gepraat en die zei van, ja, alles wat je doet valt onder het citaatrecht. Dit is vrijheid van meningsuiting. Ja. En het is dubbel grappig dat het doelwit van mijn video Ongehoord Nederland is een omroep. Die zegt dat zij een strijder zijn voor de vrijheid van meningsuiting. En dat zij vinden dat iedereen met een afwijkend geluid een platform moet krijgen. Maar op het moment dat ze één keer kritiek krijgen, dreigen ze met advocaten. Wat natuurlijk te absurd voor woorden is. Ja, ja. Maar kijk, even voor de duidelijkheid. Hè, voor de mensen. Je bent eerder in mijn podcast geweest. En toen hadden we het over dat jij mede de ondergang had ingezet van Ruigmach. Had je ingezet. Hè, dus je mede verantwoordelijk daarvoor was. Hè. Vervolgens ben je een grote debunker van Robert Jensen. Die iets wat te strakke t-shirtjes aantrekt tegenwoordig. Maar goed. Dat moet hij zelf weten. Dat moet hij zelf weten. Zelf weten. Dat moet hij zelf weten. En nu Ongehoord Nederland. En ik denk bij mezelf van, Harry Hol maakt gewoon heel Nederland kapot. Gewoon. Hallo. Nederland is een tof land. En het overgrote deel van de mensen in Nederland zijn toffe mensen. Oh. Ik ben niet van plan om überhaupt iemand kapot te maken. Mijn doel is niet persoonlijk. Ik heb geen hekel aan Robert Jensen. Ik heb geen hekel aan Ongehoord Nederland. Wat ik doe, ja. Enige wat ik doe, is ik luister naar wat zij zeggen. Ja. Check dat en zeg wat ik gevonden heb. Dat is wat ik doe. Ik ja, ben maar niemand dat kapot maken. ik reageer op wat ze zelf zeggen. Maar even voor de duidelijkheid. Kijk, gewoon, je bent een comedian en ik ken je. We hebben vaak opgetreden. En jouw video's gaan natuurlijk wel om informatie te geven. Hmm. Die anders mensen misschien missen. Hè? Dus daarin ben je gewoon lekker bezig. Gewoon vanuit jouw onbewustheid ben je gewoon lekker filmpjes aan het maken. En nou, ik ben journalist ook. Hè? Dus ja, nee. Dat vergeten veel mensen. Maar ik ben eigenlijk huis uit journalist. Daar wil ik op komen. Maar je videokanaal is eigenlijk gewoon van, nou, hè, vanuit een debunk video waarbij je gewoon de komische kant van jezelf gebruikt. En daarnaast heb je een journalistieke achtergrond waarbij je dus weet hoe ver je kan gaan en waar je tot waar je eigenlijk wat je kan doen. En dat is je achtergrond, daar verdien je dan je brood ook mee. Maar nu merk je op een gegeven moment dat die twee elkaar kruisen, waarbij je dus niet meer de journalist bent, maar de comedian bent. En je op een bepaalde manier wordt aangevallen nu om €5.000 te gaan betalen voor elke dag dat die video nog live staat. Ja, dan heb ik zoiets van, zo, Harry, je hebt wel heel veel mensen boos gemaakt. Ja, dat is een talent wat ik heb. Ja. Ja. Ik heb het talent dat ik mensen boos kan maken, dat klopt, ja. En ja. Maar denk ik, maar, ik, ik,
Ik was een beetje... De reden dat ik daar redelijk stellig meteen op reageerde... Ik ben echt niet... Niemand gelooft dit, maar het gaat niet om mij. Het gaat echt niet om mij. Nee. Ik ben begonnen met het maken van die video's... Mm-hmm. Omdat ik heel erg gefrustreerd raakte... dat er grote onzin wordt uitgekraamd op YouTube... Ja. Waar heel veel mensen naar luisteren. Ook heel veel jonge mensen naar luisteren. En ik daarvoor doe je dat... En daarvoor doe ik het. Omdat ik wil dat er iemand is die dat tegenspreekt. Ik ben er niet foutloos in. Ik ben niet feilloos. Ik ben iemand die luistert naar wat er gezegd wordt. Checkt en vertelt wat ik gevonden heb. Ja. Dat is wat ik doe. Ja. En ik doe dat omdat ik het belangrijk vind dat er weerwoord is. Zeker. Want als je ziet dat iemand... Dat de video waar we het nu over hebben... Van Eibeltje en Ronald Heister heet die, geloof ik. Ja, ja. Die is 40.000 keer bekeken. Daarin beweert deze Ronald dat Bill Gates van plan is om iedereen op de hele planeet van een chip te voorzien. En dat de Verenigde Naties bezig zijn met het bewust vernietigen van de families. Nee. En het uitroeien van de bevolking. En als niemand dat tegenspreekt, dan doet dat iets met me. Dus dan ben ik maar degene die ze tegen gaat spreken. Ja, maar dat is hartstikke goed voor jou ook. Want ja, kijk, het is ook enerzijds is het goed dat je het doet, maar anderzijds is het ook, ja, komisch ook natuurlijk. Hè, om dat gewoon te doen, gewoon om ze aan te pakken. Of even te laten zien van wat de waarheid nou echt is. Hè, dus daarin is het natuurlijk ook, ja, het heeft wel een komische tint. Het is niet geheel, het is wel serieus, maar het is ook met van, hey, hallo, weet je wel, waar zijn jullie nou mee bezig? Het is op een grappige manier is het bedoeld om ze eventjes niet te kakken te zetten, maar gewoon wel eventjes op hun plek te zetten. En nu... Ik ben enorm fan van Jon Stewart. Toen hij nog de Daily Show deed. Ja. De manier waarop hij dag in dag uit de onzin van Fox News bullshit mountain. Bullshit Mountain, inderdaad. Dat heeft heel grote indruk op me gemaakt. En ik heb het ook met John Oliver. En ik heb het met Arjen Lubach. Mm-hmm. Ik vind het heel tof als er mensen zijn die met humor... Ja. Maar toch met een bite proberen om een deuk te slaan... in die enorme berg onzin die over ons heen wordt gegooid. En humor is het belangrijkste wapen. Want op het moment dat ze om je kunnen lachen... Mm-hmm. Dan heb je gewonnen. Ja. Het feit dat ik dit met een kwinkslag doe, mm-hmm. heeft denk ik ook veel meer effect dan wanneer ik alleen maar een lijstje van hun statements zou maken. En dan zeg ik, klopt niet, klopt niet, klopt niet, klopt niet. Dat is geen leuke tv. Nee, nee. Nou, ik heb één moment eventjes. Kijken of het doorkomt. Maar dit is waarom ze dus boos zijn. Vaccinaties overal hoor je dat er onderzoek wordt naar gedaan. Je hoort hier dus... vaccinaties ons gaan controleren. Nou, hier heb ik een heel simpel antwoord op. Vaccins bestaan al 250 jaar. En het enige wat ze doen is je lichaam klaarmaken voor het produceren van antilichamen tegen ziektes. Zodat je die bepaalde ziektes niet of minder heftig kunt krijgen. Dat is alles wat ze doen. Hierop zijn ze dus heel erg boos over je geworden. Alleen omdat dit... Nou, nee. Ze hebben niet gespecificeerd waar ze boos over zijn. Ik heb alleen maar... De mail die je hebt gezien is de mail die ik heb gekregen. Verder heb ik niks van ze gehoord. Namelijk dat ze vinden dat ik hun goede naam te schande maak. Ja. Dan doen ze dat zelf. Want wat ik laat zien is wat ze zelf gezegd hebben. Ja. Als dat hun goede naam te schande maakt... dan moeten ze hun eigen video's gaan weghalen. Want ze hebben urenlang dat ze dit soort dingen zeggen. Ja. En als ze daarmee voor schut staan... Ja. Maar ja, is het dan niet vanuit hun, zien ze jou als een, want je bent ongeveer, nou laten we zeggen, je bent al heel lang bezig geweest met YouTube filmpjes maken, maar in de afgelopen anderhalve maand ben je nu echt, nou, skyrocket, een bekende Nederlander geworden, hè? Je bent dus de Harry Hole die mensen ontmaskert, hè? Een beetje soort van, zien ze jou als een grote bedreiging dan? Ja, ik ben nog steeds niet meer eens dat ik een bekende Nederlander ben, want dat ben ik niet. Ik bedoel, het is meer een... Maar ik weet niet wat ze denken. Wat ik denk, is dat zij nooit hebben gehoord van het Barbra Streisand effect. Voor mensen die dat niet weten, ik meen dat het 2003 was, had een luchtfotograaf een foto gemaakt van een geheime vakantiewoning van Barbra Streisand. En die had hij op een website gezet.
En Barbara Streisand, die zei van, ja hallo, die foto moet weg, want iedereen weet dan waar ik woon. En toen zij dat via haar advocaat probeerde af te dwingen, ging iedereen opeens kijken naar die foto. Waardoor een foto die anders niet was opgemerkt, nu ging iedereen opeens weten waar Barbara Streisand woonde. Ja, precies. Dus dit is een beetje hetzelfde. Dit is wel grappig. Ik kan de analytics zien. Ik had 1000 kijkers naar die video op het moment dat ik een mailtje kreeg van Ongehoord Nederland. Toen hebben die dat mailtje online gezet, want ze proberen mij te stoppen. En nu zit ik geloof ik op de 9000 vertoningen. Wauw. Ja, dat is, dus dat gaat... De ironie is dat als zij niks hadden gezegd, dan had deze video pakken bij 2500 views gehad en dan hadden ze iedereen het weer vergeten. Maar nu staan ze in hun hemd, omdat ze er zelf aandacht aan besteed hebben. Ja. Ik ben blij mee trouwens hoor, want ik vind dat iedereen moet genoeg touw krijgen om zichzelf op te harren. Ja. Maar ze doen het zelf. Maar wat kijk, je begeeft je op een gegeven moment nu op een soort van plek waarbij je debunkvideo's maakt, waarbij je ook heel veel shit over je heen krijgt. Van heel veel mensen die dus echt geen dreigmails misschien al gehad hebt of wat dan ook. Ik zelf heb de vorige podcast met jou gedaan. En daarover heb ik zelfs negatieve reacties gekregen van iemand waarvan ik dacht van, maar ik heb gewoon ik ben jou gewoon aan het interviewen. Ik wil gewoon weten wat jouw verhaal is. Ja, maar dan hoor je bij het complot. Ja, dan hoor ik bij het complot. Ik hoor dus ook niet bij het complot. En vind nu herken ik je van de vergaderingen van de Illuminati. Zonder masker. Zeg dat niet. Maar denk je dan nu dat ook heel veel... Want je had dus heel veel mensen die tegen je waren met 5G en Jensen. Nu haal je de hals op met mensen van Ongehoord Nederland. Ongehoord Nederland, ja. Moet je niet eventjes gewoon even rustig aan doen? Ik kan je zeggen, ik had eigenlijk verwacht dat ik best wel boze mensen zou krijgen die reageerden op deze video. Ik heb honderden, misschien wel duizenden tweets voorbij zien komen die mij steunen hierin. Of in ieder geval hard lachen om de actie van Eibeltje. Want en daar ben ik blij om verrast. Ik bedoel, als het gaat over de PR-slag, laat ik het zo zeggen, als Ongehoord Nederland nu echt doorzet en juridische stappen onderneemt, dan staan ze echt voor schut. Nou ja, tegenover jou, je bent een grootheid. Je bent een grootheid. Ik ben geen grootheid, ik ben één gozer die een video heeft gemaakt. En waar een mevrouw maar, heel maar boos de tweede keer, maar je bent dat de tweede keer dat jij een bedrijf of een instantie een video over maakt, wat dus straks helemaal viral gaat. Ah, derde keer. Ik heb ook eerst Berlin. Ja. Maar dat er zijn. Maar who's counting? Ja, blijkbaar is dit wat ik doe en raakt het een snaar. Nogmaals, het gaat niet om mij. Het enige wat ik wil is dat als dit soort mensen claims doen en dat wordt volledig niet tegengesproken, moet er iemand zijn die laat zien dat het niet klopt. Dat ze een beetje zijn. Oké, wie is de volgende die je gaat aanpakken? Jij denk ik, want jij bent ook wel een grote YouTuber. Ik weet het niet. Op dit moment leef ik even van moment naar moment. Want ik zit dus nu echt eventjes letterlijk... Normaal, ik had advocaat aan de telefoon. Advocaat aan de telefoon gehad? Tuurlijk, ik heb juridisch advies ingewonnen. En daarom weet ik ook dat ik sterk sta. Dat ik mij helemaal geen zorgen hoef te maken. Dus... maar het is allemaal wel enerverend. En ik ben nu eventjes bezig met dit te verwerken. Er is een kans dat ik een video ga maken over dit verhaal voor aanstaande vrijdag. Dat weet ik nog niet. En hoe dat dan verder gaat, geen idee. Ik zie wel, ik kijk eventjes waar de onzin zit. En als ik iets kan vinden waar ik een leuke video over kan maken, dan doe ik dat. Ja, oké. Maar één ding, had je misschien iets anders kunnen doen? Anders dan nu? Ik had een citaat, want ik heb één ding dat ik niet gebruikt in de video. Mm-hmm. Want die Ronald, die ging echt een minuut lang tekeer. Hoe erg hij het vond dat er op YouTube video's gecensureerd werden
met een kritisch geluid liet horen. En dat fragment had ik niet gebruikt in deze video. Heb ik wel even op Twitter gegooid trouwens. Ding achter. Ja. Maar, die kan je nog gebruiken voor aanstaande vrijdag. Nou, die heb ik nu gewoon op Twitter gezet. Weet je, ja. Dat kan iedereen zien en iedereen kan ook die video terugzien. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden over die video. Ik denk dat ik gedaan heb wat ik wilde doen. Ik wilde namelijk laten zien dat het idee van Ongehoord Nederland fundamenteel niet klopt. Kijk, dat je verhalen wil laten horen van mensen die iets bijzonders te vertellen hebben wat niet gehoord wordt. Daar is niks mis mee. Weet je wel? Als jij verhalen kan laten horen van mensen die iets weten of iets hebben meegemaakt of op een bepaalde manier ergens tegenaan kijken, dat is fantastisch. Dat is waar media voor gebruikt moeten worden. Maar dan moet het wel kloppen wat ze zeggen. En Ongehoord Nederland heeft alleen maar als doel, iedereen die wat dan ook te vertellen heeft, die moeten wij wat laten horen, tenzij ze kritisch zijn op ons. Ja, ja, ik had nog één kritische noot van mij naar jou toe. Je hebt een hele mooie accent. En de Holocaust. Holocaust. Ja. Ja, je zegt bijna dat het een kous is en die je aan kan trekken. Maar dat is het woord in het Nederlands. Dat is Holocaust. Ja. Het is in het Engels het Holocaust, maar het is Holocaust. Ja, precies. Maar hoe jij het zegt bijna. Ik moest er heel erg om lachen. Omdat jij natuurlijk een heel mooi accent hebt. Een lekkere plat accent. Dus ik hoorde het. Dus ja, hij is de Holocaust. Dus daarom moest ik heel erg lachen. Sorry, ik had die video. Ik hoor net van mijn advocaten dat ik vereis dat deze video verwijderd wordt. En als je deze kritiek niet verwijdert, dan sommeer ik je om iedere dag 5000 euro aan mij te betalen. Want ik ben wel een bekende Nederlander. Ja, 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 inderdaad. Hoe durf jij kritiek te hebben? Ik vond het mooi. Ik vond het mooi. Heel mooi. Hey, ik heb echt veel respect voor je. Ik vind het echt gigantisch wat je allemaal doet. Blijf lekker doorgaan. En we genieten van je. En alle comedians door heel Nederland supporten je. Ik weet niet met een grap of zo, maar niet met geld natuurlijk. Maar goed, dat is wat anders. Ik verdien hier trouwens niks mee. Hè? Dat even voor de duidelijkheid. Dat is ook zoiets. Dan denk je van als je 1000 abonnees... Ik heb inmiddels bijna 2000 abonnees. Maar als je 1000 abonnees op YouTube hebt, dan kan je dus geld voor advertentie. Maar dat moet ook goedgekeurd worden. Dat is nog steeds niet gebeurd. Dus mensen denken dat ik hier rijk van word. Nee, ik word hier niet rijk van. Nee, maar je moet wel content creëren waar mensen ook een advertentie op kunnen plaatsen. Kijk, als je Ongehoord Nederland had je kunnen hebben... Als supporter, maar nu niet meer. Ja, dat is waar. Ja, misschien de volgende keer denk ik dat ik een video ga. Ik vraag ze even wat ze ervoor over hebben als ik hen eventjes goed in het zonnetje zet. Misschien moet je een video voor hun maken. Ik vond het presentatietalent van Eibeltje vond ik ook fantastisch. Zo natuurlijk, er was helemaal niet te merken dat zij geen ervaring als presentatrice had. Geweldig. Als je dat mensen op tv wil laten zien die nog niet gehoord zijn, denk Eibeltje. Ja, als er één talent is wat echt onderbelicht is gebleven het afgelopen jaar, is Eibeltje. Ja, ik vind het gewoon heel mooi hoe zij de stroom van hun, van Ongehoord Nederland, de passie waarmee ze het brengen, echt ook echt waarvan ik denk van, nou, hier komen toch een berg bullshit aan. Dat is echt gewoon fantastisch. En ze geloven er ook echt in. Dus dat vind ik wel mooi. Ik zou heel graag echt bij hun uitgenodigd willen worden. Om gewoon, wanneer dan de coronamaatregelen voorbij zijn. Om gewoon eens een middagje daar te zitten gewoon met hun. En gewoon te luisteren alleen. Ik roep Ongehoord Nederland op als zij echt een eerlijke discussie willen. Om in ieder geval mij uit te nodigen. Om eens in gesprek te gaan hierover. Ja. Want dat wil ik graag. Ik wil met iedereen daarover praten. En ik wil er ook over in debat. Mogen camera's aan. Als zij vinden dat er een eerlijk debat moet worden gevoerd over tegengeluiden. Dan nodig ik ze uit om jou of mij in ieder geval aan het woord te laten. Zeker aan het woord. Zeker. Ik wil zeker horen wat ze te vertellen hebben. En waarom en hoe. Want ik wil ze graag begrijpen. Want vaak genoeg denk ik wel binnen in Nederland en ook binnen in de wereld hebben wij. Dat wij mensen die anders denken dan ons. Meteen wegstempelen als van dat zijn de gekken, dat zijn de maloten of wat dan ook. Maar ergens hebben zij een bepaald punt of ergens denken zij op een bepaalde manier over iets. Dus ja, en hoe gek het ook is, hoe extreem het ook is, weet je wel, dat zijn toch nog mensen die bij jou in de buurt waarschijnlijk wonen. Maar weet je, dat is ook iets waarvoor waak. Kijk, het is heel makkelijk om iemand die een afwijkende mening heeft
als gek af te doen. Dan hoef je niet meer naar ze te luisteren. Nee. En dat is gevaarlijk, want dat gaat twee kanten op. Op het moment dat jij je politieke tegenstanders voor gek uitmaakt, dan zeg je, ik hoef niet meer naar ze te luisteren, dan is het gesprek voorbij. Dat is ook waarom ik wel naar ze luister en vervolgens kijk wat ze zeggen en het check. Ik zeg niet dat ze gek zijn, ik zeg dat wat ze zeggen niet klopt. Nee. En ik vind dat een heel belangrijk verschil. Ja, sorry als ik even heel serieus ben. Nee, serieus. Ik vind het een heel belangrijk verschil om te zeggen van je praat onzin. Of wat je zegt klopt niet. En dat is daar en daarom onzin. Ja, dat is eigenlijk wat je doet, ja. Ja, en ik vind dat is de enige manier waarop je daarop in gesprek kan gaan. Daarom zeg ik ook niet dat mensen dat ze gek zijn. Nee. Ze hebben het fout. Ze hebben verkeerd geïnformeerd, ja, precies, ja. Nou, ja. Nee, ze hebben het fout. Gewoon, waar het vandaan komt, weet ik niet, maar ze zeggen dingen die niet kloppen. En dat kan je gewoon checken. Daar is ook verder geen discussie over. Je kunt gewoon, als iemand zegt, de aarde is plat, dan kan je zeggen, nee, hij is rond. Want dit is namelijk wat we weten. Ja. Dat is geen discussie. Feiten zijn niet links of rechts. Nee, wacht even. Ben je nou nu mensen flat earthers aan het bekritiseren dat ze fout zijn ook? Ja. Wow. Ik kom er recht voor. Ik geloof dat de aarde rond is. En ik ben ook erg. Ik voel me ook verdrukt in dit geloof, inderdaad. Klopt. Dat is trouwens nog zoiets, hè? Dat is trouwens nog zoiets. Je wil alle complotdenkers aanpakken. Nee, maar ik zou niemand aanvallen op een religieuze overtuiging. Weet je wel, ik ga niet iemand factchecken die zegt van Jezus heeft dit gedaan of Mohammed heeft dat gezegd. Als iemand daar troost haalt uit een religie en een diepere waarheid eruit kan halen en zijn leven beter inricht omdat hij bepaalde mooie ideeën, hoe oud ze ook zijn, eigen maakt. Ja, wie ben ik dan om daar moeilijk over? Maar als iemand dan gaat beweren in de Bijbel staat dat je niet moet gaan vaccineren omdat de duivel een chip implanteert, dan zeg ik, hallo, dat staat niet in de Bijbel. Dan is het niet zo dat iemand gek is omdat hij in God gelooft. Wie ben ik om dat te bepalen? Ik weet helemaal niet of God bestaat of niet. Ja. Dat kan ik niet checken. Ik kan alleen checken of het in de Bijbel staat en of iemand er kwaad mee doet. Als iemand andere mensen uitsluit op basis van zijn geloof, dan denk ik, niet doen. Kortom, jij bent de factchecker binnen in Nederland. En je zorgt ervoor dat alle informatie die of mensen die dus iets zeggen wat totaal niet klopt, dat je die debunkt. Harry Hol, de mooie truienproductie company. Harry, mag ik jou echt super bedanken voor jouw tijd nogmaals. En ga zo door. Dankjewel. En ja, hopelijk, ja, ik denk dat ik over een week of twee weken weer spreek. Dan heb je weer waarschijnlijk iets gedaan. Hopelijk niet. Ik hoop dat het iets rustiger wordt. Ik hoop gewoon veel rust voor je. Ja. Is goed. Hey Harry, super bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Succes. Dankjewel. Dag man.